Je ziet ze steeds vaker, wijken waar een buurt-WhatsApp actief is. Ook in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen is een groot aantal in de lucht. De Vlaardingse wijkagent Cor de Jong is beheerder van al die digitale ogen op de buurt. Hij beheert er momenteel bijna 100 en daarin zitten zo'n 13.000 mensen. Volgens de beheerder vergroot het ook vooral het wijgevoel in de buurt. Cor de Jong doet het vrijwillig naast zijn politiewerk. En de resultaten zijn er. Ja, het is een groot succes. We hebben er hele mooie dingen mee opgelost. We hebben er mensen mee opgespoord. We hebben er ook dieren mee teruggebracht. We hebben er ook inbrekers mee gepakt. Dat zijn wel de grote mooie successen geweest. Al met al, we zijn nu 6 jaar bezig. Ik zeg we, maar ik ben 6 jaar bezig. En het is een fantastisch iets geweest en daar gaan we zeker mee door. De buurtapps zijn een particulier initiatief, maar de politie kijkt wel mee. Ik ben dit gestart als bewoner van Vlaardingen. Gedurende die afgelopen 6 jaar is ook de interesse van de politie erbij gekomen. Die zagen ook wel steeds meer mogelijkheden om te participeren in de buurt-WhatsApp. En dat doen ze gelukkig en dat werpt ze vruchten wel af. De buurtapps zijn niet bedoeld voor allerlei privéberichten. We hebben tegenwoordig sinds kort wel de mogelijkheid om sociale groepen op te starten. Dus de mensen kunnen zich aanmelden bij een sociale groep waar ze ook de sleutelbos, het konijn, de knuffel, de poes, de hond... Onlangs werd nog een dementerende man gevonden die een tijdje zoek was. In de app las Cor... Van hey politie, hij komt nu de brug over richting jullie bureau. Ja, dat is toch wel mooi. Toen kon hier gelijk een collega naar buiten gaan en die kon die man even mee naar binnen nemen, praatje maken en even apart houden en zorgen tot er weer zorg kwam voor die man. Ja, dat is fantastisch. Dus niet altijd boeven. Dit zijn ook hele mooie dingen voor de buurt WhatsApp en voor de politie om af te handelen.